Toch? Ja. Fernando Rixen stond bekend om zijn strijdlustige voetbal, maar ook om zijn wilde leven vol vrouwen, drank en drugs. Afgelopen november overleed hij na 6 jaar aan de spierziekte ALS. Vincent de Vries, journalist en vriend, schreef daarover een boek. En dat was eigenlijk alweer het tweede boek. Want het eerste boek was nog geschreven voordat bekend werd, ook bij jou, dat hij ALS had. Ja, dat was in 2013. Dan kwam het eerste boek uit. En zoals je weet, als je een boek maakt, de productietijd is een maand ongeveer. En net in die periode werd hij ziek. Dus in het eerste boek stond helemaal niks over ALS. Nee. Dus zaten we inderdaad bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel, waar hij het had verteld. Ja. Maar in het eerste boek stond dus helemaal niks. En hij zei toen hij te horen kreeg dat hij ALS had, wat echt een vreselijke ziekte is. Het is een doodsvonnis. Als je te horen krijgt, er is geen hoop. Bij Stichting ALS zeggen ze 3 tot 5 jaar misschien. En Fernando kreeg te horen 4 maanden, dat hij maar maximaal te leven had. Dus hij zei van, ja, wil je voor mij een nieuw boek maken over mijn leven met ALS? Ja. Want je moet je voorstellen, er is nog geen enkel medicijn voor ALS. Je kan het vergelijken met, corona is misschien een verkeerde vergelijking, maar daar wordt nog steeds een vaccin voor gevonden of gezocht. En voor ALS is nog helemaal niks. Het wordt jaarlijks miljoenen ingepompt, maar ze weten nog steeds niet, er is geen medicijn voor. Dus Fernando wil laten zien, kijk, dit doet ALS met je, om dus de farmaceutische industrie te laten overtuigen van, je moet meer geld insteken, want er moet een medicijn komen, want dit is gewoon een doodvonnis. Ja. We gaan nog heel even kijken naar dat moment bij dat bekende moment bij De Wereld Draait Door dat Fernando vertelt over zijn ziekte. Ja. Op het moment hebben we een beetje last met praten. Ja. Maand geleden het ziekenhuis gezien met ALS, Je gaat even naar Vincent de Vries, dat mag met alle plezier. Vincent is de schrijver van het boek, je hebt je verhaal aan Vincent verteld. Sorry dat je zo geëmotioneerd bent, man. Vincent, wat is er aan de hand? Of? Fernando, een maand geleden is bij hem een spierziekte geconstateerd. ALS? ALS. Dat hoorde ik je al zeggen. Nou, morgen gaat hij naar het ziekenhuis toe om de diagnose, om daar nog over te praten en met het ziekenhuis en met artsen de laatste, hoe het ervoor staat. Het is goed dat je hier dan bent, jongen. Wat ben je dan een held? Ben je dan stoer dat je dan niet af hebt gezegd? Ja. Ja, dit was 2013 en eigenlijk het boek wat jij hebt geschreven gaat van die diagnose tot uiteindelijk dus het overlijden van Fernando. Als je het moet omschrijven, zeg maar, dat proces, hè, want hier is hij heel geëmotioneerd, maar wat me opviel in het boek, dat hij eigenlijk best lang nodig heeft gehad om te accepteren, ten eerste ik heb ALS en daarna, het gaat niet lang duren. Nee, nou klopt. Het eerste jaar weigerde hij gewoon te geloven dat hij ALS had. Want zijn stem, dat zag je net, zijn stem was bijna weg. Maar verder kon hij nog alles. Hij kon nog lopen. Hij gaf zelf nog training bij Fortuna Sittard, bij de jeugd. Dus hij dacht van, ik heb helemaal geen ALS. Hij zei letterlijk van, de dokters hebben een fout gemaakt. En die bellen morgen op. En die zeggen van, ze hebben de dossiers verwisseld. Maar goed, dat moment kwam helaas nooit. En toen ging het toch wel, ook mentaal werd het een dingetje. En gelukkig heeft hij nog wel heel lang volgehouden. Want wat ik net zei, 4 maanden te leven en 6 jaar volgehouden. Ja. Dus, maar je ziet op duur wel de hele traject van ALS. Ja, je gaat steeds minder doen. De spieren die vallen gewoon uit. En op het eind woog hij nog maar 30 kilo. Dus dat was echt mensonterend. Ja, en toch bleef hij bewust de publieke arena opzoeken. Zo waren er verschillende benefietevenementen waar hij naartoe ging. En zoals ook deze wedstrijd in het stadion van Glasgow Rangers. It's Fernando. Fernando will get the first touch. Touching the Moscow Dynamo here, Derek. We might have 12 men on. Echt opvallend ook in het boek dat hij zo vaak nog de publiciteit ook opzocht. Je zou kunnen zeggen, als je zo'n verschrikkelijke ziekte hebt, ik kruip ergens in een hoekje en laat me met rust. Ja, nou ja, dat was zijn bewuste keuze.
Hij wil inderdaad laten zien wat doet ALS met je. Maar hij kreeg er zelf ook heel veel kracht door om ergens heen te gaan. Dan moet je nagaan, als je in een hospice, want op het eind lag hij in een hospice in Schotland. Ja, die muren kwamen letterlijk op hem af. Hè? En hij had, we gingen heel vaak de meet and greets toe. Dan gingen we naar supporters van Glasgow Rangers, waar hij heeft gevoetbald. Daar kreeg hij zoveel energie van. Het kost ook heel veel kracht, maar het gaf hem ook heel veel energie. En je zag op het moment dat hij dat niet meer kon, ja, toen ging het echt nog harder. En toen is het ook heel snel gegaan en binnen 2 maanden was het toen echt gebeurd. Dus het heeft misschien ook zijn leven nog wat gerekt, al die aandacht en evenementen. Ja. Maar je zag wel op een gegeven moment, mensen die vonden het wel eng om hem te zien. Want ineens zei van 30 kilo nog maar. En dan komt hij binnen in zo'n zaal en in een rolstoel. En mensen willen hem zien als voetballer en niet als ALS-patiënt. Maar hij wilde dat juist laten zien van kijk, dit doet ALS met je. Want voor hem was het heel makkelijk geweest om de gordijnen dicht te doen en zeggen van ik blijf hier in hospice en verder is goed allemaal. Maar hij wil het juist laten zien van dit doet ALS met je. Ja. Wat was het laatste moment dat jij hem hebt gezien? Nou, ik kwam daar elke maand in de hospice. En dat was wel steeds een gek moment eigenlijk. Want als ik wegging, ik wist niet of het de laatste keer was. Want ALS is zo onvoorspelbaar. Hij zou niet binnen een dag doodgaan, maar misschien wel binnen een week. En ik kwam daar elke maand. Ja. En toen ik dus de allerlaatste keer was, hij was echt helemaal niks meer. Je zag bijna geen lichaam meer liggen. Alleen zo was hij afgevallen. En toen wist ik wel, en toen mocht ik ook maar 1 minuut blijven, zeiden ze toen bij de hospice. En toen zei hij van, toen vroeg ik aan hem van, hoe is het met je? En hij ging communiceren met een spraakcomputer. En dat ging wel goed. Maar ik kon toen nog maar 1 woord intikken. Dat deed hij dan 1 minuut over. Het woord tired, moe. Nou, en toen wist ik van, hij is moe gestreden, het is voorbij. Ja, het is echt verschrikkelijk wat die slopende ziekte met je doet. Natuurlijk, meneer Hiddink, u heeft hem ook een paar keer ontmoet nog in betere tijden, toen hij nog niet ALS, toen die diagnose nog niet had. Hoe heeft u dat proces van toch ook die verschrikkelijke aftakeling van zo'n ziekte? Hoe heeft u dat maar je ziet, hij blijft dus altijd in de publiciteit met de reden die jij zegt. En als je terugdenkt, hij was als speler al zo. Altijd strijd aan. Hij liep voorop, soms over de schreef, provocerend. Ja. Maar altijd strijd. En dat heeft hij dus doorgezet in die verschrikkelijke ziekte. Ja. De provoceren deed hij ook nog in het hospice, of in ieder geval in een verpleeghuis, waar hij weigerde om te drinken uit rietjes door Celtic-verpleegsters aangereikt. Oh ja, de eerste keer kwam ik in die hospice en ik was zelf ook een beetje knoop in mijn maag van eerste keer naar het hospice en het ruikt toch naar de dood. En ik kwam er binnen. En ik dacht van, hoe gaat het allemaal? En hij zei van, het is een probleem. Ik denk, wat god nu dan? Ze zeiden, een van de verpleegsters is fan van Celtic. En dan moet je nagaan, Celtic en Rangers, dat doe ik ook wel. Dat is echt nog 10 keer erger dan Ajax PSV. Dus hij zei van, weet je wat Ajax ik ga doen? Ajax Feyenoord zou ik zeggen. Ajax Feyenoord kan ook. PSV ook. Maar toen zei hij, niemand belangrijk, Maar toen zei hij dus van, hoe ga ik dat oplossen? Hij zegt, had hij een of andere foto, had hij via Canvas besteld. Hem als aanvoerder van Rangers. En dan zei hij van, die laat ik ophangen, dan zou ze wel genezen zijn van het Celtic-virus. Dus dat was, mijn humor hield je altijd, tot op het laatste moment. En dat vind ik ook heel, heel knap. Ik weet niet of je dat zelf had gekund. Op het laatste moment nog zoveel humor laten zien. Het was ook een bizarre reis voor jouzelf, want je hebt het heel erg van dichtbij meegemaakt. En je hebt zelfs uiteindelijk nog zijn as uit Schotland gehaald. Ja, zijn vrouw Veronica Riksen, die woont in Spanje, ze is Russische. En zij kreeg geen visum, om naar Schotland heen te gaan. Ze vroeg aan mij van, zou je hem kunnen ophalen? Dus ik zei van, ophalen? Ja, de urn. Ja, ik zei wel meteen ja, maar toen ik had neergelegd, toen schrok ik eigenlijk wel. En toen kwam ik daar. Ik had nog andere afspraken met de hospice om voor het boek nog even te praten. En eigenlijk zou ik hem vrijdag meekrijgen, maar die afspraak werd verzet naar dinsdag. Dus ik had hem eigenlijk 3 dagen nog op mijn hotelkamer staan. Dus dat vond ik best wel heftig. En ik denk ook van, ik moet die urn maar niet in de hoek zetten. Zo komt de schoonmaakster langs en die denkt van, is een of andere vaas of zo. Dus ik had hem gewoon keurig meegenomen. Maar toen kwam ik op de airport. En ik had wel van tevoren even gebeld van, kan dat mee in het vliegtuig? Ja. Maar dat kon gelukkig allemaal wel. En dan kwam ik op het vliegveld. En ik had natuurlijk in de tas had ik hem mee. En ik leg hem op die band neer. En dan kwam het security man, die deed hem open en zei van, is het Fernando? Ze zegt, ja, het is Fernando. Oh, het is mijn grote held, ik ben Rangers fan. Dus ik moest eigenlijk die man moest troosten, terwijl ik zelf ook een troost zat te wachten. Dus het was heel een beetje een omgekeerde wereld. Wel een man die een enorme impact dus heeft gehad, ook in Schotland, in Nederland en met zijn verhaal. Ja. En er zijn toch ook heel veel vrolijke verhalen, dus zoals we al hebben kunnen lezen in het boek. Het boek Die Finale Strijd ligt nu in de winkels. Dank je wel. Dit was Op 1 voor vanavond. Morgen zit hier Hugo en Sophie.